De medewerker van Plurijn, die verdacht werd van het plegen van ontuchtige handelingen, is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat laat de rechtbank van Arnhem dinsdagmiddag weten. Naast de gevangenisstraf heeft de rechtbank de man ook een beroepsverbod van zes jaar opgelegd. De man pleegde meerdere keren ontuchtige handelingen met een gehandicapte jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Daarnaast maakte de man zich schuldig aan het maken, bezitten, verspreiden en verwerven van kinderporno. Twee aan hem toevertrouwde patiënten waren op deze beelden te zien. De man uit Hussen moet als onderdeel van zijn straf ook behandeld worden in een psychiatrische kliniek. Tot slot moet de Hussenaar aan twee slachtoffers een schadevergoeding van in totaal ruim 3300 euro betalen.